Wat wij hier hebben staan is een tweetal robots. Eén is best uniek. Op het moment dat de persoon te dicht bij de robot komt, dan zal die stoppen, zonder dat je hem aanraakt. Op het moment dat die persoon weer uit het veld gaat van de robot, gaat hij gewoon weer verder waar hij gebleven is. De uitdagingen liggen om systemen, dat kunnen robotsystemen zijn, toevoersystemen zijn, dat kunnen transportsystemen zijn, dat kunnen visiekamers zijn, om die op een slimme manier aan elkaar te knopen, dat je door een platform op een core zeg maar heel makkelijk die systeem kan integreren. Het belangrijkste wat we hier hebben staan, de algemene automatiseringstoepassingen die we zien. Bedrijven zien vaak wel mogelijkheden daarvoor, maar hoe moeten ze dat precies toepassen? Hoe past dat in hun bedrijfsstrategie? Hoe past dat in hun businessmodel? Er zijn heel veel vragen die je niet zomaar kunt beantwoorden, dus dat is een behoorlijke uitdaging. We zijn industrial game changers en wij helpen OEM's koploper te zijn en te blijven in het smart industry tijdperk. De uitdaging ligt wat mij betreft in het intelligent maken van je producten. Die connecten aan het internet, daar een digitale intelligentie opbouwen die ten doel staat om je klant beter te kunnen voorzien in zijn behoeften. Ik denk dat digitale systemen heel veel de normale mensen kunnen helpen om het proces nog beter te kunnen uitvoeren. Smart Welding Factory is een field lab en binnen dat field lab hebben wij een robot applicatiecentrum ter beschikking en werken meerdere bedrijven samen met kennisinstellingen. De uitdagingen de aankomende tijd zijn verder doorontwikkelen en koppelen van systemen. We hebben 3D CAD pakketten, we hebben offline robot pakketten, we hebben allerlei software pakketten om kwaliteit te borgen en te monitoren. Om dat allemaal centraal te gaan koppelen, zodat meerdere bedrijven van diezelfde database gebruik kunnen gaan maken en daarmee hun productie efficiënter kunnen inrichten.